Zondag won Steven Kaathoven in Terneuzen de laatste rit in de Delta Tour Zeeland. Voor Kaathoven was het al zijn derde overwinning van het seizoen, maar wel zijn eerste in een grote wedstrijd sinds september 2009. Na een periode van kermiswedstrijden nog een keer aanknopen met een UCI-overwinning is heel aangenaam. Zeker net voor het Belgisch kampioenschap. Het was niet tegen Jantje en Mieke, hè, dat je gewonnen had? Ja, nee, zeker niet. Het was toch tegen Rabobank die echt aantrok voor Theo Bos. En tegen Marcel Kietel, echt wel de revelatie dit seizoen. Dus toen heel veel plezier. Ik zat rond de tiende positie en op 300 meter van de aankomst kon ik er rechts uit. En ben gewoon vol beginnen sprinten en ik voelde toch niemand komen. En de overwinning was daar. Eerder dit jaar won Kaathoven al de kermiswedstrijden van Wanzele en Puinvelde bij Sint-Niklaas. Winnen tegen grote namen in dat vlakbij huis, dat geeft een leuk gevoel. Er zijn heel weinig wedstrijden in het meetjesland of net over de grens in Nederland. Dus Delta Tour is een van de weinige kansen die we krijgen. En om daar dan te kunnen winnen is echt super. Kaathoven haalde het eerder al aan. Deze overwinning geeft moed voor het Belgisch kampioenschap volgende zondag in het West-Vlaamse Hooglede Gids. Zo'n driekleur zou hem wel goed passen, denkt hij. Ik ben het vorige week gaan verkennen met Johnny Meersman. En, ze zeggen wel vlak, maar zo vlak is het niet. En, het is een parcours dat mij echt heel goed ligt en ik ben echt heel gemotiveerd. Ga je resoluut voor de driekleur? Ja. Zit het erin? Want Tom Bonen bijvoorbeeld mikt er ook op. Natuurlijk zit het erin, anders zou ik er niet voor gaan. Voor mij is dat de kloppenman Philippe Gilbert. En heeft een hele sterke ploeg die volledig zijn kaart zal trekken. Dus ik zal mijn wedstrijd afstemmen op Philippe Gilbert en hopelijk kan ik hem kloppen. De Delta Tour is al een hele mooie overwinning, maar natuurlijk het Belgisch kampioenschap is nog van andere rangorde. Dus als ik die trui zou kunnen nemen, is het seizoen echt wel geslaagd.